Een spannende dag vandaag voor veel leerlingen. Basisscholen en middelbare scholen zijn weer begonnen na de zomervakantie. Voor veel kinderen in Meerstad was het een extra bijzondere dag, want zij gingen voor het eerst naar een hele nieuwe school. Integraal Kindcentrum Groenewei opende vanochtend voor het eerst de deuren, nu nog in een tijdelijk gebouw. Op deze locatie werken een basisschool, kinderopvang en een BSO samen. De schooldag begon vanochtend met spelletjes op het schoolplein. Wel leuk. Ja, wel een nieuwe start ook. Dus ook spannend. Ja, en waarom is het spannend? Omdat, ja, weet ik niet. Want ik ben nog nooit echt op een andere school geweest dan mijn vorige school. Omdat je eindelijk een nieuwe school hebt en je hebt een nieuwe meester. Omdat ik nog nooit op een gewone school heb gezeten en ik een meester krijg en ik nog nooit een meester heb gehad. Ja, dat voelt geweldig. Je begrijpt natuurlijk, er is al 2 jaar over gesproken. We hadden gedacht dat we in een nieuwe school terecht zouden komen. We zitten nu in een tijdelijk gebouw, maar we zijn er enorm trots op. We zijn hier 2 jaar mee bezig geweest. Afgelopen week is het hele school ingericht. 5 weken terug stond hier nog niks. Dus als je het resultaat ziet, dan is dat een resultaat wat in 5 weken neergezet is. Dus we vinden het geweldig. We hebben niet alleen meer leerkrachten in de school, maar we hebben ook medewerkers van de SKSG die samen verantwoordelijk zijn voor alles wat we hier doen. Dus dat is geweldig. Wat is daar het voordeel van zo'n samenwerking? Omdat we dan de kinderen vanaf 0 jaar in de school hebben. We kunnen een doorgaande ontwikkeling brengen voor alle kinderen. We zien ze allemaal. We doen dingen samen. De mensen die de tussen de middagopvang doen, die zijn werken in de middag als onderwijsassistent in de groepen. Heeft alleen maar voordelen. We hebben extra maatregelen genomen. We merken dat het best lastig is. We hebben natuurlijk de triage waar we mee te maken hebben. Alle ouders zijn ervan op de hoogte, zijn ervan in kennis gesteld. Hebben moeten aangeven of ze wel of niet ziek zijn verkouden. Dat geldt voor onze collega's ook. Je wilt natuurlijk, als je net start, is het heel moeilijk om de afstand te houden. En toch doen we vreselijk ons best. Het zou jammer zijn als we in hele korte tijd moeten besluiten om de ouders niet meer in de school te kunnen hebben. Omdat men zich niet aan de regels houdt. Gaan we vooralsnog niet vanuit. Maar het is wel iets wat steeds onze aandacht vraagt. En zorgen. Wat zijn zorgen? We moeten gewoon het samen doen. Ja, daar staan alle scholen voor. Dus wij ook. De kinderen hebben er zin in om weer naar school te gaan. Ja, heel erg. Door de corona ook moest je heel lang in quarantaine zitten en nu kan ik eindelijk weer naar school. Nou, dan kan je weer lekker werken, want in de vakantie werk je niet zoveel, dan speel je meer. En ik hou heel erg van werken. Eerst heb je heel lang vakantie en als je dan te lang vakantie hebt, dan wordt het eindelijk saai. En dan wil ik naar school. Wie kan nou niet zin in een nieuw schooljaar hebben als je dit allemaal ziet? Ik ben trots op een nieuwe team, ik ben trots op de kinderen die komen. Er zijn natuurlijk altijd al een paar kinderen stiekem even komen kijken. We hebben alleen maar leuke reacties. Nou, wat kun je dan nog meer dan alleen maar een mooi schooljaar starten?